You know it ain't my time to call it a day. I wanna crack on and I wanna be paid, but it's about time you remember the name. Hey, hey, hey. You know it ain't my time to call it a day. I got rap locked and I'm already paid, but it's about time you remember the name. Goedemorgen allemaal. Welkom bij trouwens de allereerste vlog op deze telefoon. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat worden, of het een beetje gaat werken. Het is vanmiddag vrijdag en ik en Kevin gaan vandaag naar Den Haag. We zouden eigenlijk naar Driefliet gaan vandaag, maar in verband met de tropische temperaturen de afgelopen dagen hebben we dat afgeschaft. Want we gaan naar een museum waar ze airco hebben, dus veel lekkerder. En je kan er ook van alles en nog wat doen. Dus we gaan vandaag naar Den Haag. Het is nu 8 uur 's ochtends. Dat kan ik nu niet laten zien, omdat ik via mijn mobiel vlog. Maar het is 8 uur. En we gaan eventjes eten. We gaan even wat drinken. Ik ga even koffie nemen. Ik ben wel aangekleed. Wat heb ik nou precies aan? Dat ga ik jullie nu laten zien. Nou, wat heb ik aan? Ik heb dit zalmkleurig topje aan. Die nu trouwens al mega erg plakt. Dit zwarte korte broekje en mijn Vans heb ik aan. Ik heb namelijk van mijn ouders nieuwe Vans gekregen. Dus die heb ik nu aan. Daar ben ik heel blij mee. Dus ja. Ik zou zeggen, let's go. Ik ga jullie vandaag meenemen. Ik ga vrij weinig meenemen. Ik neem een oplaadkabel mee, een powerbank, mijn telefoon en een portemonnee. Meer heb ik toch niet nodig. En als we iets willen drinken, dan ga ik het gewoon halen. Want omdat we gaan staan showen met het weer, niet te doen. In mijn kamer is het volgens mij nu rond de 32 graden. Dus niet uit te houden hier. Kevin heeft hier vannacht geslapen en ik heb vannacht boven geslapen. En wat wel heel erg lekker was, ik heb handdoeken, natte grote badhanddoeken, op het matras neergelegd en daar ben ik op gaan liggen. En ik moet vertellen, dat hielp toch wel iets meer tegen de benauwdheid. Ik kan hier niet eens praten. Jullie snappen wat ik bedoel. Dus ik heb vannacht koude handdoeken en natte koude handdoeken geslapen. En dat was op zich wel lekker te doen. Goed, we zitten nu dus in de metro. We hebben allebei lekker een flesje appelsap bij ons. En we gaan nu onderweg in de Rotterdam Centraal. We gaan een treinkaartje halen en dan vervolgens op de trein naar Den Haag. Nog ergens een tram pakken en daarna dan zijn we er. Heb je er zin in? Ja. Mooi. Goed, we staan op Rotterdam Centraal. Ik heb even koffie gehaald, ik kon het niet laten. Maar ik heb dus keer de minimum en niet de grote. Ze willen nog wel eens wisselen van spoor. We wachten nu op de trein naar Den Haag Centraal. We nemen de sprinter, niet de Intercity. Die is en duurder. En ja, weet je, waarom niet de sprinter? Dan stop je nog overal, dat is leuk. Als we trouwens naar Driefliet gingen, dan moesten we bij Rijksdijk eruit. Maar we moeten nu naar Dordrecht, toch? Nee, dat roept Dordrecht. Anders had je dat wel op het bord gezien. Maar goed, we gaan nu in en lekker naar Den Haag. En Kevin, ik hoorde net dat Kevin nog nooit met de trein is geweest. Lang geleden. Yay! Oh, heel lang geleden. 2 jaar geleden. Dat is wel leuk. Ik kan hem nu lekker meenemen met de trein vandaag. Wat veranderd? Nee. We nemen zo lekker de sprinter naar Den Haag. Toppie. Zien jullie als we in Den Haag zijn. Goed,
We zijn net uit de trein, die zit hier achter ons. Ik zoek nou weer voor de tweede keer een toilet op in een half uur tijd. Ik moet continu plassen, ik weet niet wat het is. Oh. We moeten naar beneden. Oh leuk, van die piano waar dit we komen spelen. Centraal, dat vind ik echt leuk. Goed, we moeten... Ik moet naar beneden om te plassen. En daarna gaan we naar beneden om... Jullie toilet. Ik spreek jullie zo, eerst plassen. We zijn er. En het ziet er echt heel leuk uit binnen. Je ziet al van alles wat je kan doen, wat je kan bekijken. Wauw. Een zeep hoor. Wauw, jongens, kijk eens. Mooi dichterbij. Wauw. Jongens, als ik 100 jaar geleden had gevlogd, dan zagen de camera's er waarschijnlijk zo uit. Kijk dan. Kijk die camera's. Hey, als ik vroeger had gevlogd, 100 jaar geleden, zagen de camera's er zo uit. Had ik met zijn ding moeten vloggen. Kijk dan joh. Kijk, deze is nog wel origineel. Zo'n soort Polaroid camera daarbovenin. Die is ook leuk. Lachen hè? Zo leuk. Wat is dit? Dit is natuur. Wat ga jij nou doen? Oh jee. Kijk nou. Allemaal vraagjes beantwoord op dit kaartje. Die moesten we nu in een automaat steken. En nu gaat deze automaat voor ons een aantal dingen bepalen. Wat is het meest belangrijk voor je? Making sure the Netherlands does well. Checking nature. Ik heb de Engelse kaart per ongeluk gepakt. B. Oeh. Ik heb allemaal groene lampjes. Ik heb niet allemaal rode lampjes. Een natuurbeschermer. Ik ben een natuurbeschermer. Ik ben een beschermer voor alles. Leuk. Niet WNS. Zo leuk. Oké jongens, het wordt behoorlijk warm. We hebben eigenlijk alles gehad. We zijn lekker door Den Haag geweest lopen. Even lekker geluncht. We gaan nu nog even wat te drinken halen. En daarna gaan we... daarna gaan we naar Rotterdam. En vanaf Rotterdam gaan we weer richting huis. Dus ja, het was eigenlijk maar leuk, dacht je toch? Heb je daar zin gehad? Ja. Ben je blij? Goed zo. Daar gaat het om. Ik heb je even een leuke dag bezorgd. Drinken halen en terug even plassen. Ik moet plassen. Ja. En daarna terug naar Rotterdam. Oké? Okay?